Zondag staat de wereldbekerwedstrijd in het Zweedse Vårgårda op het programma. Marianne Vos kan zich verzekeren van de wereldbeker, maar er zijn meer kapers op de kust. Nou goed, het is een rondje wat eigenlijk voor heel veel verschillende renners kansen biedt. Het is al de laatste jaren is het massasprint geweest, maar ook solo aankomst. Vorig jaar waren Iris Slappendel en Anke Koepvernagel vanuit. Dus ja, er kan hier van alles gebeuren. Het is een lastig rondje. In het begin niet al te zwaar, maar de laatste rondes gaat het altijd wegen en dan slaat het vaak toch wel uit elkaar. En we hebben een heel sterk team. En dat gaan we hier, dat hebben we gezien in de ploegentijdrit, maar dat gaan we ook kunnen gebruiken in de wedstrijd. Als je ziet hoe goed de meiden zijn, iedereen is gewoon topfit. Dus ja, ik verwacht zondag ook gewoon een hele goede, stevige wedstrijd. Voor Marianne was het weer de eerste koers na de behandeling van de rugproblemen. Nou ja, daar valt ook een last van de schouders af. Dat zie je wel. Ze voelt weer dat het de goede kant op gaat. Van de rug had ze geen last. En, nou ja, tempo zat er tiptop in. Dus wat dat betreft mogen we heel positief naar zondag kijken. En, ja, het is een ploeg met heel veel mogelijkheden. Ze kunnen allemaal een goede uitslag rijden. Dus we gaan daar eens even over nadenken hoe dan we dat weer voor elkaar kunnen boksen. Je hebt het over een lastig rondje. Waarom is het lastig? Nou, het rondje is lastig omdat het echt het is een soort criterium, alleen dan wereldbeker. Dus het gaat loeihard. Wat lastige bochtjes, draaien, keren. En als je dan te ver van achter zit, dan zit je echt op de rekker en moet je vol gas om erbij te blijven. En het heuveltje is, het klimmetje. Het is de eerste keer geen echt klimmetje. Maar als je die een aantal keer hebt gedaan, dan wordt het een flinke berg. Morgen, ja, dat is afwachten. Ik denk dat het wel een zware koers gaat worden. We moeten 132 kilometer rijden, 12 rondes van 11 kilometer. Er zit een pittig klimmetje in. En ik denk dat daar de schifting wel gemaakt gaat worden. En dat daar wel de meeste aanvallen zullen ontstaan.